Nou, en dan zijn we net wakker. Ja, en dan zitten we hier. Kijk, vrienden. Ja. Hey, Mandello Dellario. Kijk, prachtig aan dit fantastische Como-meer. Ja, het is hier werkelijk, vrienden. Het is hier een plaatje. Kijk met mij mee hier naar die huizen en naar de pleintjes. Mensen laten hier rustig hun hondje uit. Het is hier nog helemaal niet zo toeristisch. Ja, en deze plek die is gevonden door hier. Daar staat ze. Ja, door Jut. Ja, die is met deze plek gekomen. Kijk, ik ga over de restaurants. En zij gaat over de plaatsen waar we heen gaan. Kijk en geniet mee van deze prachtige beelden. Kijk, hier loop je dan zo onderdoor. Zo, met al die bogen. En dan heb je dus overal steeds weer. Loop je tussen die boogjes door. Kijk je dan weer op het meer. Hier, en waar je ook kijkt. Het ziet er allemaal schitterend uit. En of het zijn de huizen, of het is het meer. Kijk, ik loop even met jullie een stukje deze kant op. Ga ik even een steigertje op hier. Hoe mooi wil je het hebben? Ik ga het jullie even helemaal laten zien. Geniet even mee, hè? Ja, beste vrienden. En hoeveel doorkaakjes kan een mens aan in het leven? Wat dacht je van deze? Hier. Is er dat een schoonheid? Ach. Dit is zo mooi, dit Italië. Dit is zo prachtig. Kijk, ja hier krijg je geen genoeg van, hoor. Het is zo mooi. En dan loop je gewoon door. En dan loop je hier tegenaan. Kijk nou eens hoe mooi dit nou weer is. Kijk, en hier in die huizen, ja, daar wonen gewoon mensen. En die wonen dan in deze ansichtkaart. Nou. Ja, we zijn onderweg. En we gaan op weg naar Varenna, vrienden. Dat ligt ook aan het Como-meer. We zijn een beetje zo langs het meer aan het kachelen gewoon in de auto. Ja. Vrienden, gearriveerd in Varenna. En kijk even met me mee hier. Wat zien we hier? Ja, een eerste klas doorkijkje. Ja. Ja, en Jut is natuurlijk weer aan het fotograferen. Hier, daar gaat ze weer. Kijk, hup. Ja. Oh, dat vindt ze zo leuk. Prachtig. Fotootjes maken, hè? Prachtig, schat. Alles vastleggen. Oh, je vindt het prachtig. Ja, dit is hier wel een stuk meer toerie hier, vrienden, in Varenna. Kijk eens even hier. Hier, toerie. Allemaal toerie, allemaal mensen. Dus één grote drukte hier. Ik weet niet of we dit nou zoveel leuker vinden dan waar we waren, hoor. Wij hebben Varenna gezien, jongens. Het is iets te druk voor ons. We gaan nu op weg naar Verona. Nou, daar staan we hier dan. Hartje Verona. Ja, bij het hotel. Ja, nou ja, moet je luisteren. Einde van een enerverende dag weer. He? Van alles weer mooie dingen gezien. Zeker. En we gaan hier lekker pitten en morgen dan gaan we helemaal Verona in, op naar de arena en naar Romeo en Julia en de hele bende, maar dat komt allemaal morgen. Nou, lieve zuster, maar weer even gedag. Ciao.